Ook al vindt mijn broertje het niet leuk, uiteindelijk gunt hij mij het ook wel heel erg. Dit is de Keizerslanden in Deventer. Ik ben hier geboren en opgegroeid. Meestal gingen we dan eerst even wat te eten halen of wat te drinken halen. En dan kwamen we hierheen om te gaan voetballen. Ja, ik ben opgegroeid in een voetbalfamilie. Toen ik 4, 5 was, begon ik al bij een amateurvereniging te voetballen eigenlijk. Maar mijn vader die voetbalde ook heel veel. En van hem heb ik het eigenlijk een beetje opgepikt. Vader was ook gewoon goede voetballer vroeger. Maar in Turkije was hij niet verzekerd als er een blessure kwam. Hij mocht niet van mijn opa, dus zijn vader, maar mocht hij geen contract tekenen bij een club. Uiteindelijk heeft hij zeg maar, zijn droom niet kunnen waarmaken, maar heeft hij zeg maar, wel zijn droom aan zijn zoon doorgegeven. En ik heb het wel gehaald. Daar ben ik wel ook gewoon voor hem ook blij mee. Sommige momenten waren we zeg maar, aan het voetballen. En toen had hij een afspraak met zijn vader dan, dat hij dan bij de reefjes op een grasveldje zijn slechte been zeg maar, ging oefenen. Je hebt ook niks anders. Je hebt geen goal daar, niks. Alleen zo'n hele grote, lijkt een weiland, maar het is gewoon echt wel goed gras. Dus hij nam me elke dag mee daarheen met een bal van 10 euro misschien. Ik heb dagen gehuild dat ik gewoon niet wilde. Omdat ik zeg maar, mijn vrienden gingen dan op straat voetballen. Of ze gingen leuke dingen doen met elkaar. En mijn vrienden hebben nu wel zoiets van, hadden wij maar met jou ook meegevoetbald. Ja, tuurlijk, je hebt geen garantie van als je vanaf jongs af aan voetbal, dat je dan ook profvoetballer wordt. Je moet die geluk ook een beetje hebben, maar ik denk wel dat ik daar heel wat aan heb gehad. Zeg maar, wat was ik nu als jij niet was? Hey, zeg maar, wat was ik nu als jij niet was? In de tijd toen hij bij PEC Zwolle in de jeugd speelde, toen was hij heel laat thuis, heel vroeg uit huis. Een treinabonnementkaart kostte volgens mij destijds 170 euro. En een busabonnement kostte misschien 110 of 108 euro was dat. Dus daar hoefde hij minder voor bij te betalen, zeg maar. Dus als ik die treinabonnement had gekozen, dan had ik zeg maar veel meer bij moeten leggen. En uiteindelijk ook nog een buskaart moeten kopen. Omdat mijn ouders het destijds ook niet goed, ja ik bedoel goed, ze hadden het gewoon oké. Ik bedoel, ik wou hun niet nog meer tot last zijn. Hij moest 's ochtends 5 uur wakker worden. Moest hij de bus nemen van 6 uur en dan was hij in de avond pas rond 6 uur weer terug. Ik kom uit een gezin van 5 personen. Ik heb een broertje en een zusje. Ja, de band tussen mij en mijn broertje is heel goed. Dus ik miste hem wel. Wanneer ik vrij was van school, dan zag ik hem niet. In die 2 jaar was het wel, ja, was wel pittig, ja. En in de avond kwam ik pas rond 6, 7 uur weer thuis. En dan weet je al wel dat je rond 9 uur of 10 uur weer in bed gaat liggen. Dus kon je niet met elkaar buiten gaan voetballen of leuke dingen gaan doen wat we daarvoor wel deden. Dus ja, uiteindelijk zijn we daar wel sterker uitgekomen. La 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 la, chérie, donne moi la. Maar toen ik zeg maar, een goed bericht uit Zwolle had gekregen, kreeg ik een brief van Goat Eagles. En daarin stond dat ze mij graag erbij zouden willen hebben voor volgend seizoen. Zonder dat ik een stage training of een wedstrijd hoefde te spelen. Toen ik 10 en 12 was uitgenodigd voor een stage. En beide keren vonden ze mij niet goed genoeg. Ze zeiden, je bent klein, je bent fysiek nog niet daar waar je moet zijn. Dus dat accepteerde ik ook. Ik was ook nooit boos op de Eagles. Dus, ik was altijd kritisch op mezelf. Ik zei, ja, als ik niet goed genoeg ben, dan ben ik niet goed genoeg. Maar ja, ik vond het wel raar dat zeg maar, de aartsrivaal van de Goat Eagles is FC of PEC Zwolle. En als ik dan een brief krijg van de Eagles dat ze mij heel graag willen hebben, dan, ja, dan ga ik dat nooit doen. Al ben ik hier in Deventer geboren. Ik ben hartstikke blij dat ik zeg maar, bij de aartsrivaal van Deventer mag voetballen. Ik bedoel, PEC Zwolle is gewoon mijn clubje. Dus toen ik eenmaal bij Zwolle kwam, had ik al zoveel vertrouwen gekregen van de trainer. Dat gaf mij echt wel het gevoel van, ik kan het aan. Ik ben wel een persoon die zeg maar, dat gevoel moet krijgen. Ik bedoel, als je mij zeg maar, geen complimentjes gaat geven, maar alleen maar gaat afmaken, dan ga ik ook niet presteren. Ik bedoel, dan heb ik er ook geen zin meer in. Ik zeg niet dat ik dan mijn kopje laat hangen of dat ik dan rare dingen zou gaan doen. Dat niet. Maar wil ik echt presteren en wil ik echt mijn top halen, dan moet ik ook wel af en toe zeg maar, de goede dingen die ik doe, moet ik dan ook wel horen. En niet alleen de negatieve dingen. Er is niemand die me voelt op de manier hoe jij dat doet. Ik heb wat te nemen, intera no chipanoso. Braza mi primimi, mi amor, mi corazon. Ik heb wat te nemen. Arda heeft mij wel heel veel rust gebracht. Ik was wel een jongen die van gewoon leuke dingen hield. Gewoon ook wat later op de dag. En sinds ik zeg maar Arda heb gekregen, ben ik wel meer een
ja, thuismens geworden. Ik bedoel, je moet veel meer rekening houden met hun. Ik krijg meer een volwassen rol. Ik bedoel, dat was ik niet gewend. Ik ben zeg maar zelf nog jong. Ik was 23 toen ik Arda kreeg. Toen ik net getrouwd was en ik met mijn vrouw alleen woonde. Ja, dan mis je dat je in de avond zeg maar met z'n allen gezellig aan tafel zit. Nu heb ik ook 2 kids. Zijn we ook met z'n vieren thuis. Ik merk nu al wel wat mijn ouders zeg maar bedoelden altijd van gezellig samen met z'n allen eten aan tafel. Wat ik vroeger dacht van, hoeft toch niet, ik kan gewoon in mijn kamer gewoon gaan eten. Ik heb een wezen, wezen, wezen. Ja, dat vind ik wel jammer. Ik bedoel, je ziet heel veel Marokkaanse jongens en Afrikaanse jongens, zeg maar, die profvoetbal halen. Iedereen opent denk ik zijn eigen restaurant en shawarma winkel. Je moet ook mentaal sterk zijn, hoe makkelijk dat ook klinkt. Ik bedoel, als je zeg maar mentaal tegen sommige dingen niet tegen kan, dan wordt dat heel lastig. Hoe goed je ook kan voetballen. Ik heb ook heel veel jongens gekend die misschien wel 10 keer beter waren als ik. Maar die waren gewoon in hun kopje niet zo sterk als hoe ik ben. Dus die hebben het uiteindelijk niet gehaald en dat moet ook gewoon echt goed zitten. Dus ik weet niet of dat bij Turks voetballers of dat te maken heeft met talent of met het koppie. Naast zijn grote liefde voor voetbal heeft Mustafa Saymak nog een andere hobby. Want als het weer even mee zit, zoekt de middenvelder de waterkant op om heerlijk te gaan ontspannen. De zomer, als het mooier weer is, ben ik begonnen aan vissen. Dan kwam hij bij mij op werk en dan vroeg hij mij informatie van hoe je vis moest vangen en wat je moest gebruiken qua hengel. Speciale vergunning gehad al. Ja, echt de vissen. Of ik er echt rustig van word, ze zeggen van wel, maar ja, ik raak geïrriteerd. Ik heb ook een paar keer met hem gevist. Ja, was niet succes. Maar ja, we konden geen vis vangen. Op zich, ik vind niet erg dat ik niks vang, maar dat gevoel van beet hebben, dat een visje zeg maar aan je haak zit, dat geeft je gewoon echt een goed gevoel, zeg maar een kick. Dat heb ik ook vrij weinig gehad. Dus, maar dat kwam misschien door mijn slechte viskunst. Ja, het zou wel heel moeilijk voor mij zijn. Dat is mijn eerste club waar ik als profvoetballer minuten heb gemaakt. Ik zou het heel erg vinden als hij vertrekt naar het buitenland, want dan zie je hem niet meer. Want nu zie ik hem gewoon elke dag. Hij gaat mij natuurlijk wel missen en ik ga hem ook missen. En de mensen die ik hier achter ga laten als ik naar het buitenland zou gaan. Maar uiteindelijk moet je toch keuzes gaan maken. Ik bedoel, ik heb nu zelf ook een gezin. Als het een plek is waar ik goed kan leven en waar ik ook sportief en ook financieel vooruit op ga. Dan is dat voor iedereen is dat gewoon mooi. En ik weet dat ook al... Ik vind mijn broertje niet leuk dat ik wegga. Uiteindelijk gunt hij mij het ook wel heel erg. Hij zou de eerste zijn die zou zeggen van ga als er een mooie club voor me zou staan in het buitenland, zeg maar. Als ik uiteindelijk een keuze maak wat mijn hart gewoon zegt op dat moment, zou ik gewoon nooit spijt ervan hebben. En daar sta ik ook achter. En als het uiteindelijk niet wordt wat ik heb gedacht, het zij zo. Zeg maar dag.